Vorige week hoorden we van John Tana hoe belangrijk de Maas voor Maastricht is. Kregen we miljoenen jaren oude Merkel te zien en overnachten we naast kasteel Borgharen, de plek waar we nu afscheid van nemen. We zetten onze tocht voort waar al direct een fysieke uitdaging op ons ligt te wachten. Namelijk een paar verraderlijke watervallen. Wij zijn twee broers die opgroeiden in Bergen aan de Maas. Het dorp in Noord-Limburg waar onze ouders nog wonen. We voelen ons Limburger, maar wat weten we eigenlijk van de rest van Limburg? Daarom besluiten we om van het zuidelijkste puntje van de Maas per kajak te varen naar het noordelijkste puntje van Limburg. Bepakt met een camera, drone en een broodtrommel gaan we op onderzoek uit. Terug over de Maas. Terug over de Maas. We gaan terug over de Maas. We gaan terug. De eerste watervallen. Dat je op de Maas gewoon watervallen hebt, Cas. Nog nooit gedaan dit. Kebabos! Lekker, Cas. Oké, we een nieuwe waterval, broer. Succes, jongen. Dankjewel. Ga jij maar lekker voor nu. Dat is tof, hè? Normaal hagelt watervalletjes. Wat een sensatie dat we dit hebben overleefd. De kracht van de Maas. Daar gaan we deze aflevering nog veel meer over horen. Vandaag varen we de hele aflevering precies over de grens tussen België en Nederland. Maar traditiegetrouw stoppen we eerst even bij een pontje. Yo broer, ik zie daar even een mooi pontje. Ik ben wel even toe aan een pauze. Ik ben ook even toe aan een pauze. Kom, we nemen de boot naar België en terug. Cas, gaan we even op en neer naar België toe? Ja, we gaan even het pontje op. Want dit willen we meemaken. En we zijn al continu al op de grens. Op de grens kajakken we, maar we gaan even nu over de grens. En gezellig hebben we al die fietsers. Man, wat een drukte. Jongens, hebben we er zin in? Welkom in Nederland allemaal. Hallo, welkom. Hallo. Dit is Gerry. Hij is al jaren kapitein van dit pontje in Geulen aan de Maas. Een pontje met de capaciteit van maar liefst 12 reizigers. En zijn vrouw, die vaart altijd gezellig mee. Hallo. Hey Gerry, maar wat een mooi pontje is dit. Ja, hè? Ja. Hoe lang vaar je dit pontje al? Vijf jaar. Hoe ben je komen werken op het pontje dan? Nou, ja, dat is een heel verhaal eigenlijk, want we hebben vroeger gevaren. Ja. En dan zijn we dus, omdat de kinderen, een van de kinderen heimwee hadden, zijn we eruit gezien, ben ik aan de wal gaan werken. En toen hadden we jachtje en toen kreeg ik een ongeluk met de jongste zoon. Iets verongelukt. En toen ja, mijn jachtje verkocht, maar ik wou toch gaan varen. En zo ben ik hier terecht gekomen. Maar dat is wel een heel heftig verhaal. Het is trouwens wel altijd hetzelfde stukje, hè? Ja. Heb je soms niet stiekem de behoefte om toch eventjes richting Borgharen of Torrent te gaan? Nee. Oké. Nee. Het blijft een mooi stukje hier. Ja. Oké, te gek. Ja, maar je hebt hier de contact met de mensen, dat is de hoofdzaak, hè. Ja. Het is wel gezellig zo samen met je vader, of niet? Of ja, uiteraard. Want dan zit zij ook maar alleen thuis. Hè? Ja. Is het eigenlijk moeilijk zo'n pontje varen, Gerry? Nee. Of zou ik het ook gewoon kunnen? Ik heb geen idee. Je hebt bijna niet te vragen, maar het zou kunnen hoor. Nog 100 uur. Ja, het gaat perfect. Oké, Gerry, dan gaan we weer aan wal. Ja, ik zou zeggen. Dankjewel dat we even een stukje mee mochten varen. Ja, dat is leuk. Geweldig. Dankjewel. Tot ziens, mevrouw. Tot ziens. Bedankt. Ja, fijne dag nog, hè. Dank u. En we houden vaart. Who knows what tomorrow will bring. Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll break.
bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows any better than I? That is she who's keeping me alive. I'm keeping the little girl as my goal. Makes my life worth living, you know. Hallo meneer. Bent u lekker aan het genieten hier aan de Maas? Woont u hier in Maasband? Ja, geboren en getogen. Geboren en getogen? Ja. Wauw. Je woont alleen maar hele goede mensen. Alleen maar goede mensen hier? Ja. Oké. Kom maar koffie drinken. Oké. Dit is Martje. Hij woont al zijn hele leven aan de Maas en zag het water al vele keren omhoog komen. Moeder Maas, zeggen ze in dialect. Moeder Maas. Wat een mooi uitzicht hier ook. Prachtig, hè? En waar woon jij nou precies dan? Hier. Dit is jouw plek hier? Dit is mijn plek hier, ja. Wauw. Hoe is het om te wonen aan de Maas? Prima, heel mooi. Ik heb hier mijn jeugd doorgebracht. Hè. Aan de Maas, dat was vissen en zwemmen. Ja. En in het veld hazen en konijnen stropen. Hè. Hazen en konijnen stropen? Oh jeekjes, dat heb ik zoveel gedaan. Hè. En dan, wat deden ze ermee? Ja, opeten natuurlijk. Dat was allemaal armoe. Hè. Vroeger, wat dachten wat de mensen moesten doen voor een snee brood? Hè. En daar een stukje haas of konijn bij, ja, dat ging er wel in. Hè. En hoe zou je deze plek willen omschrijven? Wat is dit? Wat is deze plek voor jou? Wat betekent dat hier voor jou? Dit is voor mij de hemel. Ik kom hierachter, ik heb hier mijn kersenbomen, mijn tuin, koeien en mijn kleine kalfjes. Ja, wat wil je nog meer? Hè? Iedere vierkante centimeter kent u? Ja. Dat was eerst nog heel groter, maar dat hebben ze in verband met dat grensmaasproject hebben ze die grond onteigend. En nu ben ik dat kwijt. Die dijk die was maar anderhalve meter lager. Hè. Een beetje hoog water en dreigde het altijd over de dijk heen te gaan. Hè. Dan hebben ze die dijken verhoogd en nu zitten we veilig. Nou, dan maar kijken in de tuin dan nog maar. Dan gaan we naar de tuin. Zal ik een kop koffie maken? Ja, die heb ik zelf gemaakt. Een beetje vanillepudding op de bodem. En dan kruisbessen met frambozen onder elkaar. Een klein beetje maïzena erin, dat het een beetje bindt. Hè. En dan wat slagroom eroverheen. Heerlijk. Neem eens een hand. Oh, je hebt hem al op. Heb je hem al op? Dat is mijn oudste broer, hoor. En ik ben, en er is geen grootspraak, maar nooit bang geweest eigenlijk. Hè. Maar de eerste keer met het hoge water, ja, toen was ik toch wel bang. Als die dijk was doorgebroken, het scheelde nog maar zoveel. Dan was de Maas hier tegen mijn huis aangekomen, als allereerste. Dan had dit huis in Urmond gelegen. Dat is zo verwoestend, zo hoog water. Dat is het geluid, dat ruisen van dat water. Hè. Dat moet je niet voorstellen. En daar kun je niks tegen doen. Hè. Dan kun je alleen maar denken, wanneer stopt het? En wat door die Maas af kwam drijven, caravans. Ongelooflijk. De eerste keer was het met kerstmis, er kwam een kerstboom met de kerstballen eraan. Die kwam uit België. Varkens, dode en levende. Kwam allemaal door de Maas op. Niks tegen bestand. Maar wel altijd hier blijven wonen? Ja. Niet meer bang? Nee, nu met die dijken helemaal niet, nee. En met deze woorden nemen we afscheid van Martje, die tot slot nog even trots zijn bijenkolonie aan ons toonde. En zoals Martje al aangaf, kan de Maas verwoestend tekeer gaan. In 2008 is dan ook gestart met het project Grensmaas. Een mega rivierproject tussen Maastricht en Echtzusteren, waar ze het stroombed van de Maas met zo'n 300 hectare verbreden, de oevers verlagen en de dijken worden versterkt en verhoogd. En met succes. Want tijdens het extreem hoogwater in de zomer van 2021 hielden dorpen en steden van het project Grens Maas het droog. Zo ook Maasband en het huis van Martje dus. Maar het was op het nippertje. In Maastricht en Visserweert bijvoorbeeld resten slechts enkele centimeters. Hey Mart, wat een leuke man is dat, hè? Mooie,
mooie mensen hier in de Maas. En hij heeft wel gelijk, het is echt een mooi plekje waar hij woont. Ja. Hey, toen de camera even uitstond, toen zei Mart tegen ons dat we ook nog even met Jan Jansen moeten praten. En hier moet het zijn. Jan! Hoi. Hallo. Dit is Jan Jansen, ook inwoner van Maasband. Jan is een zelfbenoemd Maastruiner. En wat dat precies inhoudt, dat gaat hij ons laten zien. We hebben van Mart gehoord net dat we bij jou moeten zijn om nog meer te weten te komen over de Maas. Je struint langs de Maas, hoorden we. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, ja, dat doe ik regelmatig. Ja. Mogen we misschien zo'n rondje met je meelopen? Dat mag. Jan, ben je geboren in Maasband? Nee, ik ben niet in Maasband geboren, maar in Meers. Dat is het dorpje hier voor. De stroom opwaarts. Zo ben ik geboren en getogen. En de onvermijdelijke vraag is natuurlijk, hoe is jouw band met de Maas? De Maas is voor mij, is moeilijk onder woord te brengen wat dat is, maar de Maas is voor mij het heel bijzonders. Als ik bijvoorbeeld op vakantie ben geweest, dan zeg ik altijd als ik terugkom, dat ik blij ben, dat ik weer terug ben. Dat heb je er eenmaal een beetje, denk ik. Maar een van de eerste dingen die ik dan vervolgens zeg en ook doen is even naar de Maas kijken. Ja? Ja, dat werd erbij. Ja. En ja, goed, niet dat het dan gewoon veranderd is natuurlijk, maar de Maas is klein of de Maas is groot. De Maas kennen en kennen lezen. En met lezen bedoel ik dat ze weten van hoe ze wel kunnen wengelen in het water en hoe ze dat niet kunnen doen. En jullie hebben dan altijd de neiging om op de plekken waar het heel struimt weg te blijven, want dan zou het wel eens gevaarlijk kunnen zijn. Maar de plekken waar het ondiepsten is, dat zijn net die wat te bewegen. Ja. Kijk, maar daar is veel stroom, ja, daar is het water vervolgens leeg. Als ik nu aan die kant ga kijken waar het heel zachtjes struimt, ja, daar is het diep. Daar zal ik dus nooit proberen om de Maas over te steken, terwijl ik dat hier zou proberen kennen. Wat ik doe, dat is kijken om mijn bezig gewoon en dan denk ik van, daar zie ik beweging van de keu, daar zie ik paarden en daar loop ik dan naartoe. En vervolgens zie ik dat, ja, dan soms moet ik terugkomen, want dan kan ze niet door en een andere keer dan ontdekken ze weer het gans niet. Maar zo komen ze op plekken waar ze bijvoorbeeld paaiende karpers huizen, die echt met zo'n vis die boven water uitkomen. Dat ik van wie daar denk van wat is dat? Ik koos wel varkens zich zijn aan het wijsje, zo liep het dan. En dan bleken dat karpers te zijn. Of ik heb ook al aanscholvers gezien die met zeker 200 tegelijkertijd worden aan het vissen. Zo is dat soms. Ja, hoe de exotische lijn zijn hoe die dat doen. Maar dat heb ik op de Maas ook gezien. Die omsingelen de vis en die pakken ze dan vervolgens echt geweldig. Dat lukt niet met struinen. Hè. Kijk maar, als ik nu hier kijk en dan zie ik dat het tot de deep is. Als ik nu daar naartoe zou willen lopen. Hè, dan zie ik nu dat ik niet door moet zijn, maar dan zie ik toch door moet zijn. Dus je leest echt de Maas? Ja, dat is wat ik zeg. Je moet ze kennen en kennen lezen. En dit is lezen. Hè. Dat is van hier kan ik staan. Hier en nu heb ik dat stek nodig. Hè. En soms loop je hem dus helemaal naar de overkant. Ja, dat zal nu niet lukken, want het wordt hier te diep. Kijk, maar ik loop nu alweer als we het geef dag tot het koos. Hè. Want dit is nu de oude Maas hè, aan Maasband. De nieuwe Maas ligt aan de andere kant. Nee, maar je moet zeggen, hier is geen nieuwe of oude Maas. Vroeger hebben ze, wie had het erover gedacht? Ik geloof in de 18e eeuw of zo. Toen hebben ze geprobeerd te kanaliseren, maar er zijn gelukkig, zeg ik nu, de Limburgers, de Hollandse en Belgische Limburgers, niet over eens geworden en daardoor hebben ze daar aan die kant bij ons de Julianekanaal gegraven en aan de Belgische kant de Zuid-Willemsvaart en daar hebben we weer zo'n schoon Maas. Niet zo'n, ja, ik bedoel, ik vind dat ook schoon een Maas waar scheep varen en zo, maar ja, hier wordt ze niet te komen met een scheep en die loopt ze binnen de kortste keren vast. Dus omdat ze ongestuurd is, ja, is zo geplaatst heel ondiep. Zwintjes heel groot en nu heel klein. Hey Jan, dankjewel dat we met je mee mochten struinen. Zou je ons nog willen uitzwaaien zometeen? Ja, is duidelijk. Dat is fantastisch. Ja. Super. Ja. Gaan we even de kajak pakken? Gaan we de kajak weer pakken? Installeren. Dan gaan we door. Ja. Kijk, hier is nog een struiner geweest. Dus. Ja, tot ziens hè. Okay.
Dankjewel, hè. Dag. Zo, dat was Maasband. Vol verhalen. Ja, nogmaals, broer. Ik denk dat niet alleen de band met de Maas is versterkt, maar ook met het dorp. Dus, en misschien ook wel een klein beetje met jou. Dit is toch onze, dat is ons doel, toch? Verbroedering. Verbroedering. Met Limburg en met elkaar. En zo vertrokken we weer uit Maasband met een prachtig droneshot. Al ging dat niet helemaal volgens plan. Oh, 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 hij vliegt erin! Nee! Oh nee! Ja, daar hing hij dan. Maar wonder boven wonder konden we hem uit de boom krijgen en onze tocht voortzetten. Oké, dus we vlogen onze drone in de boom. We hebben hem uiteindelijk eruit kunnen krijgen. Maar of hij nog doet, dan weten we niet. Ging maar net goed, hè? Man, man, man. Op een paar krasjes na was onze drone ongedeerd. En kon hij zelfs onze aankomst in Visserweerd mooi in beeld brengen. Daar zijn we dan, Visserweerd. Visserweerd. Een hele bijzondere plek. Gigantisch klein dorp. 30 inwoners begreep ik. Ja, dat is echt absurd. En natuurlijk een van die plekken waar, waar die waterstand van de Maas, dus het dorp tot een eiland, ja, laat veranderen. Hoe dat precies zit, dat gaan we even vragen aan een dijkwacht. Klopt dat? Ja, een dijkwacht inderdaad. En daar hebben we afgesproken. Sjaak den Hollander. Onze vader heet Sjaak. Onze Sjaak, en dat is ook nog een Hollander ook. Dit is Sjaak den Hollander, vrijwillig dijkwacht. Een belangrijke functie en al helemaal in het bijzondere Visserweerd. Hallo Sjaak. Hey, is die? Goedemiddag, ik zag jullie aankomen. Dus, pedaleren. Ja, zelf wel eens gekajakt. Hallo Sjaak. Jazeker. Ook hier. Ja? Veel gekajakt. Van Smeermaas tot Bergen aan de Maas. Ik heb het idee dat je veel van water weet. Ben je daarom ook dijkwacht geworden? Of nou, hoe zit dat? Meer omdat ik hier over de oever rondloop. Hè? Want het water dat komt vanzelf omhoog. Ja. En als dijkwacht hou je gewoon de dijk in de gaten. Maar zomers wat minder. Ja. Wat even voor de mensen die niet weten wat het is. Wat is een dijkwacht? Dijkwacht is een vrijwillige functie. Hè? Dus het waterschap heeft van noord tot zuid. Van Mook tot de IJssel zo'n 600-700 ongeveer. Mensen, hè, vrijwilligers, en die lopen op verzoek van hun langs de dijken en die houden het in de gaten. Hoe zie je dat nou als dijkwacht als er al iets aan de hand is dan? Waar let je op? Wij letten op dingen die anders zijn dan nu. Want nu is alles goed, hè. Maar het kan zijn dat we opeens zien van er is een klein scheurtje ontstaan of een groter scheurtje. En we moeten dan aangeven via een app op de telefoon naar het waterschap wat er is. Ja. En de professionals die kijken dan nog. Ja. Zo hebben we wel eens gezien, hè, dat we een ronde liepen en dan zagen we een gat, ongeveer zo groot, hè, zo een diameter. Dus daar gaan we dichterbij kijken en kijken van nou is het zo'n klein gaatje, zo ondiep, is niks aan de hand. Nee. Maar hier was het gat dieper. Ja. Nou, als dat gat niks aan wordt gedaan, is daar de mogelijkheid dat het groter wordt. Ja. En als het eenmaal zich zo verspreidt, dan krijg je een groot gat in de dijk. Moeten we niet hebben. Hoe is in het verleden Visserweerd omgegaan met het water? Wat is hier allemaal gebeurd? Nou, bij hoogwatergolven zijn er golven geweest dat het water tot in de huizen stond. He, toen waren er nog minder maatregelen of geen maatregelen. Of een dijk doorbrak. He. Dus dan stond het water tot zo'n 70 centimeter, soms een meter, in de huizen. En nu, als het hoogwater is, wat gebeurt er dan? 2021 was het water meer water dan in 1993-1995. En is het net zo'n stukje onder de muur gebleven. Ah. Dus het is er niet overheen gekomen. Dus die maatregelen hebben effect gehad. Mm-hmm. Want zouden die niet zijn genomen, dan was er water binnengekomen. Hier was het totaal anders. Dan wijs ik even die kant op. Hè. Ja. Hier liep wel een dijk, dat was wel zo. Maar daar was gewoon, het liep groen door. Daar waren akkers, er was mais,
Dus dat is allemaal weg, dat is uitgegraven. Dat is 4 tot 6 meter is daar weggegraven. Eerst dekgrond en daarna al het grind weggegraven. Dus dat is ruimte voor de Maas. En dan zou je zeggen, dat is aan die kant ook gebeurd. Hoe kan dat dan met Visserweert? Nou, Visserweert zou een eiland worden als je daar niks doet. Dus ze hebben daar een brug gelegd. Gewoon een brug om voor Visserweert geen eiland te maken, maar dat de mensen weg kunnen en er naartoe kunnen bij hoogwater. Dus als er hoogwater is en er is niks aan de hand, kunnen mensen gewoon blijven wonen waar ze zitten? Of hoe zit dat? Nee, dat is soms anders. 2021 was het verplicht om te evacueren. Ah. Dus mensen moesten eruit. En toen? Ja, niet dat iedereen dat doet natuurlijk, de meeste wel. Maar er waren mensen die zeiden van nou, wij redden dat wel hoor, wij blijven gewoon hier. Kijk, ik zei ook tegen mijn vrouw, ja, dringend advies, maar wij blijven gewoon, ik ga niet weg. Nee? Ja, dat is een dringend advies, maar ik vind dat eigenlijk te mooi om mee te maken, laten we het zo zeggen. Kijk, bij onze ronde, als het heel hoog water is, kunnen we natuurlijk niet hier lopen. Dus dan lopen we hier over die muur. Dus wij lopen hier zo achterlangs, langs die huizen. We zorgen van tevoren dat dit soort dingen weg zijn, hè? Want we moeten door kunnen lopen. En dan lopen we gewoon zo door. Kan iedereen dijkwacht worden? Iedereen kan dijkwacht worden. En ze hebben ook dijkwachten altijd nodig. Want er zijn ook mensen die worden ouder of die hebben geen zin meer. Die willen niet zo buiten lopen als er wordt opgeroepen. Hè? Dus, maar iedereen kan dijkwacht worden. Oké, Sjaak. Bedankt. Super bedankt. Voor je mooie inzichten. Ja. En je inzet. Inzet, ja. Ja. Ik doe mijn best. Hè. Het was leuk om jullie tegen het lijf te lopen. Ja. En te zien hoe jullie zo'n lange weg kajakken, dat wil ik ook nog wel een keer doen. Ik wens jullie een lekkere trip en het is geloof ik Torren of zo de volgende bestemming. Exact. Nou, ik ga er weer af, hè. Ja, dag Sjaak. En bedankt. Mooi verhaal. Ja. Hey, belangrijk man, dat soort werk. Zorg er gewoon voor dat deze plek gewoon veilig blijft. Vrijwilligers. Ja. Meld je aan. Wij melden ons ook aan. Als een oud berg nodig is. Wij hebben pakken de kajak. Genoeg praat, kilometers maken. Op naar Torren. We moeten er een heel stuk. Ja, gaan we naar Torren toe? Ja, dat wordt onze eindbestemming voor vandaag. Ja, gaan we lekker slapen. Ik heb er wel weer zin in eigenlijk. Ja, ik heb een beetje stroeve spiertjes, maar... Moraal? Mentaal? Ik vind het gezellig, bro. Oké, okay, goed zo. En we leren veel. Zeker. We gaan terug over de maan. We gaan terug over de maan. We gaan terug over de maan. We gaan terug. Wow, broer. Een mooie dag was het, hè? Wat een dag. Wat een dag. Wat een lieve mensen zijn we tegengekomen. En, mooie plekken gezien. Ja man, bijna 50 kilometer langs de Belgische kust. Ja, de Belgische grens. Ik heb een klein beetje spierpijn, maar ik voel me voldaan, man. Ik ben helemaal gevuld met mooie... Het water, man, de Maas, de eilanden, de overstromingen. Het zijn machtig, de Maas is machtig. Het is een haat-liefdeverhouding die mensen ermee hebben. Het is aan de ene kant heel mooi, maar het kan ook verwoestend zijn. Daarom moeten we er goed mee omgaan, maar even kijk nou eens, Cas. Dit is toch prachtig? Ja, dit is niet normaal. We gaan nu, ik zie Torren al liggen. Dat gaat ook weer een bizar mooie slaapplek worden, denk ik. Volgende week staat in het teken van rivaliteit en verbroedering. Zo worden we op wel een hele bijzondere manier wakker in het harmonieuze Torren. Halen we even diep adem in een oude Amerikaanse schoolbus en bezoeken we de meest bijzondere begraafplaats van Limburg.